wat het duurt. Oh, ik kan zo mezelf naar beneden halen. Nee, dit wil ik niet in de vlog. Ik ben ook nog helemaal raar omdat ik die dude knap vond. Goedemiddag. Dit is het. Weer zo'n outfit die alles verbergt. Zeg eens wel eens van I hate Mondays en zo. Chagrijnig op maandag. Daar heb ik normaal nooit last van. Maar vandaag wil het maar niet echt loskomen. Veel te warm gekleed omdat ik dus het een en ander moet verbergen. Laatst dacht iemand zelfs dat ik weer zwanger ben. En dat moet ik dus niet hebben. Dus ik heb 100 jasjes aan en 100 shapewears. En ik had me vandaag voorgenomen om echt even goed aan de slag te gaan. Maar het enige wat ik op heb zijn 2 plakken cake en 1 plakje koek. En dan ga je niet afvallen natuurlijk. Ik draag een jasje van Supertrash. Een toppie van de Zara. Oh, what the fuck is dit? Wat is dit dan? Nou ja. En nog iets. Ik had vandaag echt geen zin in eyeliner. Dus dat heb ik ook niet op. En dan vindt Alain mij altijd ziek. Hij heeft misschien wel een punt. Oké, ik ga. Oké, Jet, ik kom naar je toe deze zomer. Ik ben al iets vrolijker, merk je het? Shit, ik heb net Matthijs gemist. Love, Matthijs. Dankjewel. Cheers. Cheers. Jocelyn. Oh, stop, Jane. Jocelyn. Ja. Hey Jet, daar ben je. Vertel even wat je aan hebt. Ik heb een toffe maat. En een hok van Mark Jackson. Nice. Lekker blote benen. Ik voel me altijd super klein tussen Liesbeth en Jet. Moet je kijken. Dat kan toch niet. Dat is het tofste in de set. Stukken met Jet. Heel erg wat. Ja? Dankjewel, lieve Jet. Ik heb hem. Thanks, Jet. Ik was wel echt in zo'n super awkward bui. Soms kan het zo stroef gaan. Vandaag was dus zo'n stroeve dag. Lekker weer naar huis. Geen awkwardness in mijn huis. Oh, ik kan zo mezelf naar beneden halen. Dat iemand vraagt hoe gaat het. En dan ga ik gewoon alleen maar slechte dingen opdoen. Het is 9:00 s'avonds. Ik heb vet erge hooikoorts. Vandaar die gekke kop. En Lenny wil niet slapen. En ik mag niet ingaan op zijn huil. En hij komt telkens uit bed. Dan moet ik hem erin tillen. Ik heb er geen zin meer in. Maar ik moet volhouden. Want als je het ook maar 1 keer opgeeft, dan wint de peuter. En dan zul je het probleem altijd houden. Dus vet zielig. Als je als moeder niet mag troosten wanneer je kindje hebt. Ik ga maar weer even kijken. Voor mij ga je lief gaan slapen. En dan nu de was. Goedemorgen. Nou, de dealio is als volgt. Ik ga mijn nieuwe fiets ophalen bij Van Moof. Woehoe! Dat is in Amsterdam-Oost, dus ik ga even met de tram. Sowieso ga ik met de tram, want ik moet natuurlijk op die nieuwe bike terugfietsen. Dus we kunnen hem voor je opzetten als je wil. Oké, okay, ja, dan kunnen we hem zo eraf halen. Oh, dit is hem van Moof. Ik ben er heel blij mee. Ik ga er meteen op fietsen. En ik ben ook nog helemaal raar omdat ik die dude knap vond. Als dudes knap zijn, dan ga ik wel eens onaardig doen. Dus ik hoop dat ik niet onaardig was. Maar goed, hij was een hoodie. Misschien is hij nog single, dus als je een hoodie zoekt, moet je even naar Van Moof. Even je fiets laten maken of koop een fiets, doe iets. Ik heb ook mijn favoriete pies gevonden. Het is een hele mooie.
mooie kokerrok. Deze obviously. Zo sexy. Kijk eens wie ik tegenkwam. Hey! Samen door naar Haarlem. Tessje heeft ook een Fendi. Laat hem eens even zien. Studio collectie. Heel mooi. Tess. Heel mooi. Leuk. Kids of the Year. Dat was meer. Ik heb me even omgekleed. Want ik vond die look van net, kon ik eigenlijk niet hebben. En ik wilde er een beetje leuk uitzien voor Alain, omdat we een soort date night hebben. Ik ga de boys ophalen en dan breng ik ze naar zowel mijn ouders als Alain ouders. Ze gaan allebei apart logeren deze week. En dan hoef ik morgen ook niet heen en weer te rijden. Dan zijn ze gewoon in Almere en dan kan ik ze 's avonds ophalen. Dit zijn hun tasjes. Het is goed, schattig hè? Lenny, Kai. Na 500 meter, weg vervolgen naar de Stationstraat. Stationstraat. Papa ophalen. Lenny wil heel graag naar binnen, hij is bijna boos. Hoe gaat hij hoor met zijn jongens? Nou echt hè? We gaan een avondje uit en we belanden in het Zuidoost. Maar dan hebben we zo onze redenen, want we willen naar de bios in de Pathé Arena. Op het terrein van Pathé Arena. Voor de Pathé Arena kan je daar echt helemaal niet lekker eten. World of food. Kijk mijn familie. Kijk, dit gaat het worden. Roti. Ja, we krijgen een beetje een vakantiegevoel en ik ben helemaal gedressed en hij brengt alleen maar naar World of Food. Maar anyway, romantisch, maar het scheelt dat het wel in ieder geval lekker is. Lekker man. Beter dan duur fietsen. Weet je wat wij nu gaan doen? We gaan naar de Jungle Book. Love. Even checken of Mowgli een beetje badass is geworden. Zin in de film? Ja. Me too. Oké, Jungle Book is de best movie ever. Nou, beste ever. Is nou, gewoon wel heel leuk. Hou op. Ik vond hem zo tof. Zo tof. Zo tof. Ik hou heel erg van diertjes. Ik denk dat ik het daarom zo tof vind. En Mowgli deed me heel erg aan Lenny denken. Dus die moet je echt even zien. Zo'n mooie film. Die tijger lijkt helemaal echt. Goedemorgen. You gotta. Slow down. Het is columndag. En ik had hem nog niet af. Eerlijk gezegd was ik het gewoon helemaal vergeten door Jungle Book. Dat is erg. Maar ik heb altijd de woensdag tot 12 uur 's avonds om hem te publiceren. Even muziek wat. Wat vandaag gaat gebeuren, vandaag heb ik eerst een afspraak. Dat is dus het chillen als mijn kindjes slapen bij de oma, opa's en oma's. Het bespaart een hoop tijd. Ik ben al gedoucht, nice. En ik heb een meeting bij mijn zoon PR. Maar wat is het leuke is, mijn column is al helemaal, ik heb hem al helemaal in mijn hoofd. Even de klemmetjes, zodat het straks extra mooi zit. Dit liedje haat ik. Maar het leuke van die column is. Sorry daarvoor inmiddels. Want dan, tegen de tijd dat deze vlog online staat, heb jij die column al gelezen. Hoop ik. Ik heb een super misleidende kop gebruikt. Hahaha.
Je moet toch teasen. Oké, okay, ik ga voor een mega eyeliner vandaag. Check het. Oh, die is echt mislukt. Te veel gesopen. Met de homies uit. Mijn afspraak is in Zuid, dus dat komt mooi uit. Sowieso kan ik ook rapper worden. Mijn afspraak is in Zuid, dus dat komt mooi uit. Ja, dit is Lana Del Rey en dan heb ik het met mij. I fucked my way up to the top. Dat zingt zij. Geen Lana Del Rey meer. Pop, pop, pop it up. Bam, 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 bam. Altijd lachen met de brush. Dan weet je precies waar die moet. Hier dus. Oh, komt ze weer? Dit liedje is zo mooi. Oké, okay, dat is hem zo wel, denk ik. Hier nog een beetje die gekke zweetkrulletjes weg. Maar deze is nog veel mooier. Klaar. Oh nee, lippen. Oké, okay, nu ben ik echt klaar. Even opruimen. Ik heb wat mijn make-up in een doorzichtig toilettasje, zodat ik altijd kan zien waar alles zit. Zo van, heb je blush? Oh, ik heb blush nodig. Oh, die is hier. Zo. Sorry Ellen. Ik had net een superleuke meeting bij Maison PR. En nu door naar het kinderkledingshop project. Want de kindjes hebben geen kleren meer. En dan kwam ik pas achter toen het ineens warm was. En dan wil ik even een super cool adres belichten. Om aan te brengen, dat is Minimarkt in Amsterdam. Het is naast Big & Belg mijn favoriet. Het zit in de Beethovenstraat. En ik zag dat ze sinds kort ook online... dat je ook online kleding kan bestellen. Dus je hoeft niet per se naar Amsterdam. Komt-ie. Dit is Minimarkt. Oh ja, en je kan er ook lunchen. Met je kids. Deze is van Stella McCartney. Hoe leuk om dit cadeau te doen aan iemand. Met mijn favoriete wimpertjes. Als ik een meisje had. Bolen in stijl. Hier kan je ook je kindjes haartjes laten knippen. En dit vind ik zo'n mooi bedje. Het is van Zebra geloof ik. Met een S. Fashionable fietsen. Tasjes van Herschel. Die is leuk. Nou, dan heb je wel een beetje een idee, toch? Hoe leuk het hier is. Oh my god, ik moet me echt rustig houden. Want gemiddeld is een truitje tussen de 30 en 50 euro. Soms wel 60. Te veel vind ik voor kinderkleding. Maar wel heel mooi. Je gelooft het niet, maar ik heb dus niks gekocht. Want ik vond het gewoon allemaal een beetje te duur. Eén truitje of zo was dan 60 euro. Dat vind ik gewoon een beetje te ver gaan, want ze groeien er hartstikke snel uit. Dus het is één keer leuk, maar voor echt een zomergarderobe inslaan vond ik het too much. Ik zag wel heel veel leuke interieurdingetjes, maar daar heb ik even genoeg van. Goedemorgen, ik heb weer eens niet ontbeten. Ik ben bijna te laat weer. Ik heb een presentatie van Moroccan Oil. Ze gaan een bodyline presenteren. Leuk. Weer het topje van H&M aan. En even een oude liefde weer. Hey, hey. Is dat wel een vervolg? Ik dacht wel, ben je opeens lang? Oh, hey Rosie. Oh, alsjeblieft. Dankjewel. Soms kunnen meetings heel saai zijn. Maar hier is dat niet het geval. Want waar ben ik nu? Bij... Metro! Oh, yeah. Ik ga nu door naar de garage. Weet ik de weg? In ieder geval uitvoer. Ontbijt? Met de auto. Met de auto. Oh, ik zweet me zo kapot. Oké, daar gaan we. Oh, lekker die wind in mijn rug. Oh, ik moet rechtdoor. Alles moet. Step down, they don't love you like I love you.
Ik moet naar links, mensen, ik moet naar links. Bij jou aan huis bezorgd. Ik ben al zo vaak hier geweest en nog steeds heb ik de TomTom nodig. De hele week naar Phoenix. Oké. Ik ga de kindjes even ophalen bij de crash. Maar dan moet ik dus met een lege kinderwagen daar naartoe. Dat is heel gek. Kijk maar. Nu lijk je echt op een weirdo met imaginary friends. Maar ja, de auto is bij de garage, hè? Daarom. Kan je dat alleen? Lenny is vandaag niet lief geweest op de crash. Hij heeft allemaal zand in zijn haar en aan zijn broek. Kaitje die was ook een beetje moeilijk. Kleine doerakjes zijn jullie. Weet je wat heel fijn is? Dat Alain in de buurt was. Hallo, daar ben ik. Ik hou van jou, Alain. Ik hou van jou, James. Heel veel. Kai neemt een kiek. We zijn op de markt en ik kan niet zo goed vloggen, want Lenny loopt los. En we kopen, wat kopen we, Lenny? Appelsap. Appelsap, maar we zoeken gewoon fruit. Er valt geen land mee te bezeilen met deze jongen. Hij is moe en hij is tantrum-ish. Kom eens, Lenny, we gaan naar huis. Kun je opstaan? Denk je dat je dat kan? Ja. Mooi. Goed zo. Laatste loodjes. Daar is Lise. Nee, die is van iemand anders. Wil je alsjeblieft doorlopen? Kom, wie het snelste thuis is, kom. Nu zou ik mijn tijd heel efficiënt in kunnen delen nu de kindjes een middagdutje doen. Door op te ruimen en door de was op te ruimen en te vouwen. Maar dat ga ik lekker niet doen. Ik ben ook gewoon moe. Dus ik ga ook lekker meedoen met het middagdutje. Nu het nog kan. Straks doen ze geen middagdutjes meer. Wat heb je op je hoofd? Een baard. Wij gaan even naar de garage. We gaan de auto ophalen. Voel je je stoer? Ja. Dat dacht ik ook. Steef en ik hebben even een plekje apart gezocht, want het is girl talk tijd. Dan gaan we zo verder feesten. Ik ben weer weg en ik heb misschien wel 1000 awkward gesprekken gevoerd. Echt, het stopte gewoon niet. Steef was getuige van al mijn awkward gesprekken. Het lag ook gewoon niet aan mij. Nee, het lag niet aan jou. Als zeg maar iemand awkward tegen mij is, dan ga ik ook awkward terug doen. Dus het was een en al awkwardness. Doe niet zo awkward, Jamie. Kippetjes. Met mijn lekkere kippetje. Sorry Alain dat wij nu kip eten en dat jij een hele mooie schotel hebt klaargemaakt. Ik heb het zo koud. Oh ja, Stephanie en ik hebben vandaag dezelfde tas mee. Hoe grappig. Maar dan andere kleur, maar wel hetzelfde formaat. Trouwens, we hebben dus niet alle kippetjes op. Nee. Het was eigenlijk een fout. Sorry. Dus niet lekker. Misselijk. Vet. Sorry. Spijt. We gaan naar de IKEA. En ik had geen zin in iets. Dus waar is het niet gekamd? Hier is die rasta. Zie je dat? Geen eyeliner op. Lippen waren rood. Zijn inmiddels weer. Heb je ze gehad? Ja, het is weg. Ik leek op een slet. En Kaantje moppert. Heb je ooit Kaantje zien mopperen? Nee, hè? Nou, hier de eerste keer. Hallo Kaantje, ben je mopperen? Pieuw! Pieuw! Molletjes. Oh, auto's. Ja, auto's. Nog meer auto's, een treintje. Waar is Lenny nou? Kijk, dit is best wel een mooi stoeltje voor IKEA. We zijn klaar, we gaan naar de kassa. We hebben maar 4 spulletjes. Dat is heel knap voor IKEA, deze ga ik laten verdwijnen. 3 spulletjes. Daar naartoe.
papa? Ja. Gewoon hotdogs eten. Nou. Nee, toch? Nee, ik heb echt geen trek. Ik ook niet. Churros buiten. Delen hoor. Wij gaan naar Almere, want Lenny gaat logeren. Mijn schoonouders zijn onze redder in nood. Want we moeten werken. En het wordt heel laat. Die oorbellen die mogen wel weg, hè? Ja. Mag wel weg, toch, Lenny? Ja. Nou, toch maar wel erin. Zo. Mensen allemaal, wat doe jij? Wat de f... Kan niet zo hard achteruit. Domme mensen hier. Kijk, daar is Beyoncé. Daar. Waar? Daar. Daar. Zie je daar? Daar, met die vlechten. Waar? Daar. 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 Op het billboard. Waar? Op de poster. Daar. Ja. Daar. Daar. Kijk mijn vinger. Daar. Zie je? Waar? Nou. Dus ik heb net de boys afgeleverd, zodat wij vanavond weer kunnen werken. Dus nu even nog stiekem langs mijn ouders, want ik wilde zo lang al een keer met mijn ouders chillen zonder dat de boys erbij zijn. Even goed bijkletsen, weet je. Ik ga nog even naar Appie. Voor de rest gaat er niet zo heel veel meer gebeuren vandaag. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Bedankt dat je weer hebt gekeken. Als je het leuk vond, thumbs up. Vergeet je niet te abonneren. En vergeet niet de word te spreaden. Want dat zijn die belangrijke dingen. Volgende week kijk je weer, toch? Elke maandag om 9 uur. Dus ik zie jou volgende week weer. Doei doei! Is Beyoncé daar? Ja, daar is Beyoncé. Ik heb haar eindelijk gevonden.